De grote stad is aantrekkelijk voor jongeren, denk aan studie en werk, maar ook voor bedrijven. Hoge bevolkingsdichtheid zorgt voor veel verschillende voorzieningen, zoals winkels, gezondheidszorg, cultuur, sport en onderwijs. Nadelige gevolgen van een groeiende stad: luchtverontreiniging, verkeersproblemen, afvalstromen en hele hoge CO2-uitstoot. Waar de ene regio groeit en volle steden kent, heeft de andere regio te maken met krimp. Bevolkingskrimp door dalende geboortecijfers, sterk vergrijzende en ontgroenende bevolking. Nadelige gevolgen zijn hier verdwijnende voorzieningen en leegstand, winkels die failliet gaan. In beide gevallen, groei en krimp, zal de stad zich moeten aanpassen. Nieuwe snufjes op het gebied van stedenbouwkundig en technologisch gebied maken een duurzame stad of sustainable city mogelijk. Dat is een energie-neutrale stad waarin het afval wordt hergebruikt. Duurzaam wil zeggen dat ook de volgende generatie er wonen en leven kan. Denk bij duurzaam aan goed geïsoleerde gebouwen en energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie, aardwarmte of zelfs rioolwater. En daarnaast kunnen gebouwen flexibel gebruikt worden en wordt het afval gescheiden en gerecycled. In stadstuinen wordt voedsel geproduceerd en veel gebouwen hebben groene muren en daken. Vervoer kan op een milieuvriendelijke deelfiets, uit het openbaar vervoer, een huurscooter of in een deelauto. En meer mensen werken vanuit huis. Wegen zijn zo ingericht dat het teveel aan regenwater goed wordt opgevangen en in de grond kan wegzakken. Zo is de stad van de toekomst met een lange termijnvisie op volgende generaties voorbereid. En de nieuwe stad is slim. Smart cities worden ze genoemd, de steden die maximaal gebruik maken van de nieuwste technologie. De smart city gebruikt big data, verzameld uit miljoenen bronnen zoals mobieltjes, beveiligingscamera's en geluid- en lichtbronnen. Zo kan drukte gemonitord worden, verkeerslichten op afstand aangepast aan loop- en rijroutes en hulpdiensten snel ter plaatse gebracht worden. En de boodschappen bestel je online. Je hotel of Airbnb boek je via een app en je kaartjes voor een concert boek je online. Veilig, goedkoop en efficiënt. En aantrekkelijk voor iedereen.